Als ik in de spiegel kijk, staat er een klein meisje. Haar schouders opgetrokken, gebogen is haar hoofdje. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik iemand anders. Iemand waar ik trots op ben. Iemand die ik wil zijn. Als ik in de spiegel kijk, dan kijkt er niemand terug. Leeg is het hele beeld, naar mij toegekeerd haar rug. Als ik in de spiegel kijk, het beeld is weer gevuld. Er kijkt nu iemand terug. Ik besef me nu, het is niet mijn schuld. Als ik in de spiegel kijk, is dat kleine meisje weg. Zij is mijn verleden. Het is tijd dat ik vaarwel zeg. Als ik in de spiegel kijk, zie ik nu mezelf. Mijn zicht is gericht op de toekomst. Ik ben zo boos geweest. Het is gewoon een gevoel alsof je je hele leven lang ontkend bent voor wie jij bent. Iedereen heeft altijd gezegd, maar zegt, er is niks aan de hand. Niks aan de hand met het meisje. Gewoon door de rest met andere kinderen mee. Gewoon. En uiteindelijk krijg je op je 21ste horen dat er wel degelijk wat aan de hand was. Je eerste reactie is dan boos, want je bent gewoon je hele leven ontkend voor wie jij bent. En je moet op dat moment weer leren, jezelf weer leren accepteren om wie jij bent. Met het stempeltje autisme. Oh, kent mijn gezicht nu wel. Ja. Ze heeft vrij goed in de gaten hoe ze met haar beperkingen om moet gaan en hoe ze kan zorgen dat het werkt. Ik kan het niet tegenvallen. Nee. Tenzij ik het zelf aanbreng. Dan gaat het goed. Ja. Maar als een ander het voor me doet. Ja. Mijn ouders hadden laatst de muur in een huis behangen. Ik heb een half uur onrustig door het huis gelopen omdat de muur anders was. Omdat niet meer de spullen niet meer daar stonden waar ik gewend was dat ze stonden. Die eerste stap die je gedaan hebt, als daar ook al interacties in zijn, dat je misschien verkeerde conclusies getrokken hebt. Nee, daar heb ik geen interacties in zitten, dat weet ik zeker. Die heb ik er toen inderdaad uitgehaald. Oké. Maar dit moet je even opnieuw doen zonder interacties, voordat je verder gaat. Oké, nee, dan weet ik dat ik... Ja? Ja, dankjewel. Okay. Ik heb eigenlijk één grote afspraak met mezelf gemaakt voordat ik aan deze studie begon, dat ik hem af ga maken. Ik kan me niet schelen hoe, maar ik maak deze studie af. Praten is zeker belangrijk als je autistisch bent, maar voor de meeste autisten is dat nou juist ook het moeilijke. Ik kan alles waar ik ook mee zit, ik kan hier alles van me afpraten en dat werkt gewoon. Dit is echt een irritatie bij mij, wat mensen wel over autisme denken, is het stereotype beeld. In elkaar gedoken, heen en weer bewegen, en mensen die niet aanspreekbaar zijn, in een eigen wereld leven. Dat is het algemene beeld in principe over autisme, maar autisme is veel meer. Tegen de andere studenten en mensen met een vorm van autisme, waar op punt van leven ze ook staan, wil ik eigenlijk zeggen, accepteer dat het zo is en ga gewoon verder met je leven. Ik ben Elieke, ben 23 jaar. Ik studeer op Van Larenstein Diermanagement en ben nu met mijn tweede jaar bezig.